Surinamers van Afrikaanse afkomst moeten minder klagen en meer doen. Beter naar elkaar luisteren en zelf onderzoek doen naar hun ware geschiedenis. Dat zijn enkele conclusies die Arman Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, gisteren heeft gepresenteerd tijdens een lezing in Theater Uniek. Deze presentatie was in het kader van 145 jaar officiële afschaffing van de slavernij in Suriname. Het thema was: bestaat er een samenzwering tegen de Surinamers van Afrikaanse afkomst? De commissie, die onder meer belast is met het onderzoek naar het slavernijverleden van inheemsen en tot slaafgemaakte Afrikanen, wil met de lezing duidelijk maken dat de Surinaamse geschiedenis, zoals die nu wordt gepresenteerd op school, op vele gebieden vervalst is. Zunder heeft tijdens de lezing getoond dat de eerste Afrikaan langer dan 500 jaar geleden voet heeft gezet in Suriname. Hoewel de Europeanen stelselmatig bewust hebben gedaan aan geschiedvervalsing, zegt hij dat er geen samenzwering is tegen Surinamers van Afrikaanse afkomst. Hij benadrukt dat zwarte mensen wel het heft in handen moeten nemen. Die koloniale overheerser, die kan die dingen niet voor ons repareren. Wij moeten het zelf doen. Dus ons verzoek is: breng systematiek en structuur in de herintroductie van gewisse inheemse namen. Ja. De Surinamers van Afrikaanse afkomst, ze moeten minder klagen, meer presteren, ze moeten naar elkaar luisteren, meer met elkaar samenwerken en hechtere organisaties opbouwen in deze multiculturele, multietnische, multireligieuze samenleving. Een opzetten van een Asian Africa Studies Unit, Black Studies, met ondersteuning tijdelijk, zeg misschien minimaal 5 jaar, van één of meerdere van die externe deskundigen. Zunder vindt dat de grote onwaarheden die nog in de boeken voorkomen veranderd moeten worden. De overheid zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Als de misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd in de koloniale tijd, als die niet in de boeken zijn, dan vraag je af van waarom is dat het geval? Als niet in de boeken staat dat in 1863 bij de afschaffing van de slavernij het bedrag van meer dan 100 miljoen euro, 102 miljoen euro van vandaag, dat die als compensatiegelden verstrekt zijn aan ongeveer 450 plantage-eigenaren, waarvan 80% zich in Nederland bevond en 20% in Suriname, dan vraag je: wat is er aan de hand? Als je niet in de boeken zet dat het mooiste gedeelte van Amsterdam, het mooiste gedeelte van de grachtengordel van Amsterdam, dat het is opgebouwd uit middelen die jaarlijks uit Suriname zijn gestroomd en aanwijsbaar in de historie kan worden gedemonstreerd dat dat geld uit Suriname komt, dan zeg je van: is er misschien een samenzwering? Arman Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname. Tijdens een gisteren gehouden lezing heeft hij delen uit een onderzoek gepresenteerd, waaruit blijkt dat de eerste Afrikanen mogelijk lang voor de slavernij al in Suriname waren. Hij riep Surinamers van Afrikaanse afkomst op om zelf onderzoek te doen naar hun ware geschiedenis.